De financieel-economische situatie in Suriname is verbeterd, waardoor ook buitenlandse investeerders samenwerkingen willen aangaan met ons land, zei president Chandrika Prasad Santokhi in zijn kerstboodschap. Het staatshoofd erkent dat de verbetering van de economische situatie niet direct te merken was voor de doorsnee burger, maar wijst erop dat de regering dagen, nachten en jaren heeft doorgewerkt om meer betekenis te geven aan het welzijn en welvaart van de Surinamer. Er moesten allereerst belangrijke keuzes worden gemaakt op basis van de toenmalige economische omstandigheden, die er uiteindelijk voor moesten zorgen dat wij als land onafhankelijk in onze basisbehoeften kunnen voldoen. Daarnaast moest er meer productie op gang worden gebracht in verschillende sectoren. En was het uitermate belangrijk dat we op alle niveaus meer samenwerkingen bewerkstelligden. Wij als land moesten meer aan de regionale en internationale tafel zitten. Ons land moest beter worden geprofileerd om meer kansen en investeringsmogelijkheden te creëren die onze financiële, sociale en maatschappelijke status ten goede zouden komen. En het is gelukt. Suriname zit aan de tafel. Het staatshoofd geeft verder aan dat er wordt doorgewerkt om de vele uitdagingen per sector weg te werken. Suriname heeft momenteel een betere kredietbeoordeling op internationaal niveau. Het Internationaal Credit Rating Bureau, Standard & Poor's Global Ratings, heeft Suriname ratings namelijk positief bijgesteld vanwege de macro-economische ontwikkelingen, waaronder de verschillende hervormingen en ook de recente schuldherschikking. Suriname is uit de selective default status. De kredietbeoordeling van het land, van ons mooie land, is verhoogd van SD selective default naar CCC+, met een stabiel vooruitzicht. Dit is een geweldige mijlpaal voor ons land en biedt weer ruimte voor meer groei en ontwikkeling. De president benadrukte dat de prioriteitsgebieden van de regering een duurzame benadering en voortdurende aanpassingen vereisen, zodat de samenleving op lange termijn de voordelen hiervan kan oogsten.